Chester, welkom bij een nieuwe video. Hier maak ik een hoop Chester. Vandaag spelen we op de map waar iedereen op gewacht heeft. Namelijk Skyjack, oftewel de remake van Hijacked van Call of Duty Black Ops 2. Maar nu in Call of Duty Black Ops 3. Dus we gaan kijken of we een chillpotje kunnen gaan neerzetten op deze map. Ik ga spelen met de Razorback. En vandaag zie je nog 3 andere videos online komen met al de andere maps die nog in deze Awakening DLC pack zitten natuurlijk. Dus vergeet natuurlijk of je niet je blauwe duimpje mogen achterlaten. Helpt mij enorm. Ja, het is de allereerste potje op dit moment. En heel de map is zowat nog hetzelfde. Wow, zowat nog hetzelfde zo te zien. Alleen de kleur is veranderd volgens mij, naar mijn mening. Oh, never mind. Holy shit jongens, kijk dit. Dat ziet dat gat in de muur. Maar daar gaan we nou niet naar kijken. We moeten kills maken natuurlijk. Alsnog wel moeten we ook een beetje kijken hoe de map eruit ziet, et cetera. Maar het voornaamste deel is natuurlijk kills maken. Ik vind de map cool uitzien, dat wel. Kijk, kan ik hier naar binnen? Oh ja. Holy shit. Wauw, jij bent echt een gore camper, jongen. Als je daar de hele tijd zit, hè. Teammate, kom, we gaan naar binnen. Ja, ik heb een payback. Oké, we gaan gewoon naar beneden. En dan ga ik dood door een shotgun. Mensen, please. Als je deze map speelt. Oh, let's go. Ik heb die deal met de shotgun. En dan heb ik hem niet. Wauw. Mensen campen nu alweer in Hijacked. Of Skyjack, man. Wat is er dan mis met je? Je moet er een beetje een map... Ik moet er een beetje doorlopen om te weten hoe de map er in elkaar zit. Of ben ik nou gek? Maar het zal weer aan mij liggen. Ik vraag me nog af of je makkelijk kan spantrappen. Ik denk het wel zo te zien. Aangezien het al TDM is. Oh, mooie genaad. Hele mooie genaad was dit. Ze hebben wel heel veel weggelaten, maar dat is juist het mooie, denk ik. Waardoor je niet meer zo makkelijk kan campen in deze map. Let's go, counter UAV erbij. Teammate, nee! Kijk of we hem even mee heten kunnen halen, ja? Laat maar, never mind, want hij zat er weer daar maar op te wachten. Jammer genoeg, jammer. Oh, yo. Tot nu toe... Ah, je kan hier ook niet meer naar de zijkant, dus dat is echt... genoeg positieve dingen. Waar ik wel blij mee ben over deze nieuwe map. Mijn mening, tot nu toe. Ik heb er nog geen domination op gespeeld. Dus misschien dat ik anders praat als ik domination heb gespeeld vanwege het spantrappen. Maar ja, als ik kan spantrappen zou ik het ook doen. Dus dat mag ik niet zeggen. Spant hier iemand? Nee? Nee, daar staat wel iemand. Dus kijk of we die even op kunnen pakken. Hij is weg. Ah, dan komt iemand van mijn beeld. Maakt me niet uit wat voor score ik at the moment haal. Dat maakt me echt niet uit, want het is gewoon... Dat ik even de map leer kennen. Dit heb ik gezien bij LEA. Dus dit is echt sneaky, hè. Jongens, niet doorvertellen dit. Dit moeten jullie niet doorvertellen. Het is ons geheim, oké? Alleen de mensen die deze video hebben gezien weten wat het is. Wauw, dit slaat echt op pure kak, hoor. Jezus. Shit, ik gooi nog een granaat mis ook. Kijk, laten we het even zo zeggen jongens, je moet niet tegen campers spelen, wil je hier een goede score ophalen. Want dit is echt dramatisch hoe deze mensen spelen. Ik probeer er gewoon relaxed op af te rennen. Dan zie je ze zitten campen jongen. Kijk hem daar weer staan. Ze hebben het ook vol met headglitches gefukt hier in deze game jongen. K
Kijk hier, 1 head glitch zo. 2, 3, 4. Gewoon een head glitch behalen. Hier is dan niks tenminste. Althans, dit wel weer hier. Kort zal hier boven zitten hoor, lang op. Oh nee. Zo, UAV is binnen. Even kijken waar ze aangekomen nu. Ik ga underground denk ik. Oh my god, echt jongen! Please, echt. Ik ben nog steeds ziek, dus ik ga niet te hard lachen, want dan moet ik weer echt... Krijg ik weer een hoestaanval van hier tot Tokio. Maar het is wel echt lachwekkend hoe echt deze mensen campen. Het is eigenlijk niet eens meer lachen. Omdat ze zo hard campen. Lekker teammate. GG. Kut, ik heb geen nade meer aan staan. Even kijken waar ze zijn, hè. Nou, hier nog eentje. Beter winnen met dit potje wel even, teammates. Kom op. Even niet meer zo vaak doodgaan. Holy shit! Get wrecked, ouwe. Ik ben nog dood, dus ik mag niks zeggen. Kut, sorry. Oh, hij heeft me ook nog geraakt. Fuck! Ik denk, ik ren even voor hem weg en dan draai ik me om. En dan pak ik hem. Maar nee! Dat was even niet zo, want hij raakte me maar één keertje wat om... Echt om een onmogelijke plek was. En je bent de Johnny. Die meter komt er daar heen. Ik snap de sponsor niet in deze game, hoor. Althans in deze map. In de game snap ik het wel, maar... In deze map vind ik het nog zo raar, jongen. Oh my god! Zit hier boven ook nog een? Zo. Hier zit hij. Kikkeboe. Hier beneden ook nog een? Oh, ik heb hier ook een neus. Kikkeboe. Oh, hij heeft hem ook nog met zijn arcus, maar ik heb hem ook nog. We gaan dit sowieso wel winnen. Oh, let's go. Ik heb ook nog de final kill cam. 35-12 is ons eindscore op dit moment. Ik weet nog niet hoe laat de video's online komen die ik, laten we zeggen, van andere maps maak. Waarschijnlijk komen ze gewoon rond een random tijd online. Dus vergeet niet een liedje blauw duimpje omhoog te laten. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie ook nog vanmiddag bij de 3 nieuwe andere video's. Of ja, tot straks in ieder geval. Doei!